De gemeente Bergendal organiseert donderdagavond een informatiebijeenkomst over de komst van een melkverwerker in Groesbeek. In de stallen was eerst een mega kippenfarm gevestigd. Miljonair Kees Kolen heeft de fabriek gekocht en ligt op de bijeenkomst zijn plannen toe. Henny Brinkhoff van de werkgroep Milieubeheer Groesbeek is ook aanwezig bij deze bijeenkomst. Hij is het niet helemaal eens met de plannen. Vanavond gaan we gewoon luisteren wat ze van plan zijn. Hè, hoeveel melk daar verwerkt gaat worden. Of er een milieueffectrapportage gemaakt moet worden voor zo'n bedrijf. Ja, officieel weet nog eigenlijk niemand iets of weinig. Dus officieel kun je daar niet zoveel over zeggen. Maar het is wel duidelijk dat die melkfabriek eigenlijk op die plek niet mag staan. Omdat het een agrarisch bouwblok is. Een melkfabriek moet eigenlijk om in een industrieterrein staan. Voor mijn part gaan ze daar een paar huizen neerzetten. Dat mag op agrarische bouwblokken. En dat er een paar mensen kunnen wonen. Dat heb ik het liefst.